ik loop over straat en ik kijk om me heen. Ik zie grote groepen mensen, nee, niemand is alleen. En ik heb erom gelachen, maar dat gaat nu niet meer. Want zelfs je moeder wordt ziek van slechts het schudden van een hand. En nee, nooit zal ik zeggen dat jij het verdient. Maar denk jij wel goed na, of doe je dat niet? Is denken te moeilijk en wellicht te hoog gegrepen. Tot de dag komt dat je het zelf niet meer mag weten. Je moet het zo ver komen dat het covid spook jou dus ook te pakken krijgt, jouw gezin bestookt. Tja, ik wil het liever niet, maar zeg me dan, wanneer zie jij dat een ieder dit advies niet voor niets krijgt? Een ieder in dit land houdt toch anderhalf meter afstand. Een ieder in dit land houdt toch anderhalf meter afstand. Doe het voor een ieder in dit land, hou je anderhalve meter afstand. Doe het voor een ieder in dit land, hou je anderhalve meter afstand. In de natuur en op het strand in de natuur. Minuut na minuut en dus zeker uur na uur. Iedereen gaat door zonder goed te kijken. Wat ga je doen wanneer het erger wordt? Dat zal dan blijken. Ze zeggen ik word niet ziek, maar moet ik dan uitleggen dat het niet om jou gaat? Ik weet niet wat ik moet zeggen. En ik blijf hopen, en ik blijf smeken, en ik blijf roepen. Verlies geen tijd en kies voor het geluk, ja. Een ieder in dit land houdt toch anderhalf meter afstand. Een ieder in dit land houdt toch anderhalf meter afstand. Hey. Doe het voor een ieder in dit land, houd je anderhalve meter afstand.